en welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Rijkswaterstaat vervangt van 9 juni tot 28 juli met een uitloop naar 4 augustus de Haringvlietbrug. Inwoners van de gemeente Drimmelen kunnen hier hinder van ondervinden in de vorm van sluipverkeer. Het verkeer dat gebruik maakt van de Haringvlietbrug moet op zoek naar een andere route. Om de file op de snelweg te vermijden, gaan automobilisten op zoek naar alternatieve routes. Deze routes lopen onder andere door onze gemeente. De gemeente zet zich in deze periode extra in op bewustwording. Om automobilisten te attenderen dat ze zich netjes aan de verkeersregels houden en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat of via telefoonnummer 0800 8002. Bekijk ook de projectpagina van de Haringvlietbrug. Op zondagmiddag 11 juni overhandigde wethouder Jurgen Vissers een bronzen bever aan Mirjam van Dongen voor de door haar verrichte vrijwilligersactiviteiten voor de handbalvereniging Made. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse familietoernooi van de handbalvereniging Made in de Amerhal. De gemeente dankt Mirjam voor haar bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang geweest. Wie deze dagen over het fietspad aan de vaartkant van Drimmelen naar Oud-Drimmelen of vice versa rijdt, geniet van de bloeiende bloemenrand. De agrarische natuurvereniging Drimmelen-Moerdijk zaait al vele jaren randen in met bloemenzaden. Het zijn veelal eenjarigen die hiervoor gebruikt worden, omdat niet altijd zeker is of de percelen langjarig beschikbaar zijn. Indien wel bekend is dat de rand jaren kan blijven liggen, kun je ook meerjarige planten inzaaien. Het voordeel hiervan is dat er met dezelfde kosten voor jaren plezier te beleven valt. Aan de vaartkant is in september 2021 ingezaaid. In 2022 bloeiden vooral de klaprozen en de korenbloemen en dit jaar zijn het de margrieten. De verwachting is dat de rand nog wel een derde jaar mee kan. Bij deze dank aan de eigenaren die het land beschikbaar stellen. En wil je de ANV ondersteunen? Bezoek de website en word donateur. www.anvdrimmelenmoerdijk.nl. De nieuwe zomerse editie van de Markt van Makers vindt plaats op 1 juli in het Witte Kerkje ter Heide. Tijdens deze creatieve en eigentijdse markt, de zesde editie alweer sinds 2018, krijgen kleine creatieve ondernemers en particulieren podium om creatieve passie te delen, kunsten te tonen, workshops te promoten en handgemaakte werkstukken te verkopen. Voor bezoekers is de markt een gezellige en laagdrempelige manier om kennis te maken met originele producten en de maker zelf. Het aanbod is elke editie anders en telkens gevarieerd, zoals onder andere kunst, design, grafiek, keramiek, textiel, lifestyle, ambacht en ander creatief talent. Er zijn mini-workshops en demonstraties en er kan van alles moois gekocht worden. Kortom, een beleving voor jong en oud. Met veel plezier en enthousiasme stellen de vrijwilligers van Stichting Behoud de Antonius Abt deze zomer weer de Antonius Abt in Ter Heide open voor bezoekers. Op zaterdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Tijdens de openstelling staan de vrijwilligers klaar om rondleidingen te verzorgen door het gebouw en al uw vragen te beantwoorden. Ontdekt u liever zelf het gebouw? Dan kunt u een speciale videorondleiding volgen. Door het hele gebouw hangen tijdens de openstelling bordjes met QR-codes. Deze zijn te scannen met de mobiele telefoon. Als oudste rijksmonument van de gemeente Drimmelen is er meer dan genoeg te vertellen. Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand organiseert de stichting ook nog een torenbeklimmen tijdens de openstelling. Onder begeleiding is de kerktoren van de Antonius Abt tot aan het uurwerk te bezichtigen. Dit biedt een uniek kijkje in dit historisch gebouw. U kunt ook een film bekijken over het ontstaan van de afscheidingswand en er is een presentatie over de restauratie van de kerktoren. Voor inwoners en bezoekers die het gebouw al eens gezien hebben, is er ook nog genoeg te ontdekken tijdens de openstelling van de Antonius Abt in Ter Heide deze zomer. Entree is gratis. De gemeente verleende in oktober 2019 een vergunning voor de realisatie van een zonneveld aan de Bergen. Men weigerde 4 andere vergunningen aanvragen voor zonnevelden. De indieners van de afgewezen aanvragen tekenden beroep aan. De gemeente nam vervolgens een onafhankelijk adviesbureau in de arm om te
de aanvragen opnieuw te beoordelen en hierover te adviseren aan het gemeentebestuur. Op basis van onafhankelijk advies stelt het college de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor zonnevelden op de locaties Moerseweg bij Hoge Zwaluwe en de Bergen bij Terheide. De gemeente kreeg de opdracht van de Raad van State om 5 aanvragen voor zonnevelden uit 2019 opnieuw te beoordelen aan de hand van de vastgestelde kaders uit 2018. De Raad van State vernietigde de besluiten die het college hierover destijds had genomen. Als de Raad het voorstel volgt, is de volgende stap dat het college een besluit neemt over de aangevraagde omgevingsvergunningen. In week 24 ontvangen ruim 2000 inwoners van de gemeente Drimmelen een uitnodiging om een vragenlijst over het groenonderhoud in te vullen. Die vragenlijst gaat over het onderhoud van de openbare ruimte en dan met name het openbaar groen in de gemeente. Zo wil de gemeente in kaart brengen wat inwoners vinden van het onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen. Bomen, grasvelden, struiken, perken enzovoort. Sociaal werkbedrijf Mid-Zuid voert het groenonderhoud in opdracht van de gemeente uit. Door elk jaar een tevredenheidsonderzoek te houden, meet de gemeente op welke onderdelen het groenonderhoud goed is of beter kan. Vorig jaar is het onderzoek in het najaar gehouden en die resultaten worden dit keer gecombineerd met dit onderzoek om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Het onderzoek wordt gehouden door bureau Dimensus uit Breda. Vorig jaar is de gemeente overgegaan op een andere manier om de populatie van de eikenprocessierups niet te bestrijden, maar te beheersen. Om een plaag te voorkomen is het van belang om het natuurlijk evenwicht tussen de rupsen en hun natuurlijke vijanden in balans te hebben en te houden. De gemeente gebruikt daarvoor sinds kort een vlinderfilterkast. Het principe van zo'n kast is eenvoudig. In de kast worden eikenprocessierupsnesten geplaatst. De kast heeft een speciaal geperforeerde wand. De wilde sluipvliegen en sluipwespen die zich in het nest bevinden en uit de poppen van de wespen komen, kunnen ongehinderd door de gaatjes naar buiten vliegen. Zo kunnen ze opnieuw de vrije natuur in om zich voor te planten en de volgende generatie eikenprocessierups te parasiteren. De eikenprocessievlinders die in de kast uitkomen zijn groter dan de gaatjes van de geperforeerde plaat en zitten daardoor gevangen. Dit zorgt ervoor dat zij zich niet in de vrije natuur kunnen voortplanten. Alleen op intensieve plekken, bijvoorbeeld nabij scholen, waar veel overlast is en de biodiversiteit nog onvoldoende is hersteld, kiest de gemeente voor het bestrijden van de rupsen. De curatieve bestrijding is het verwijderen van rupsen en rupsennesten als er rupsennesten aanwezig zijn in de boom of aan de stamvoet. Deze rupsen hebben dan al brandharen ontwikkeld. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen en wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen.